Ja, grappig, je ziet die in mijn cave toch? Dat lijkt al een stukje. Hier is nog een gaatje wat ik ontdekt heb. Kijk, je hebt hier de tegels. Nu moet je denken dat de hier zo paaltegel is. Zoals je ziet ook. Hier zo, paaltegel zit op de paal. Dus had deze tegel in gedachten. Dan zit je ongeveer tot de grens van die grintegel. Dus zie je dat druppelt toch? Je vroeg je natuurlijk over die kringen zitten. Nou, let op. Rooster 1, rooster 2, dus in het middenstukje zit dat. Dan zit ik te kijken waar dat kring zit, toch? Maar is het echt goed te zoeken? En ik denk, ik zie hem helemaal niet. Maar kijk, hier heb je dus bijvoorbeeld in het middelste gedeelte van de platen. Dus dan zit hier vanaf een paal helemaal niks. Je eerste gaatje, zoals je ziet. Hier is zo je tweede. Maar wat is het er nou? Je denkt, je ziet niets, hè? Maar kijk, hier zit dat kring. Zie je? Hoppa. Kijk, de edder, dat loopt dus leeg. En nou denk ik, dat denk ik net pas. Kijk, hier zit hij net, zie je? Er is nog wat kitwerk. Dus als we het toch gaan schroeven, kan het niet zoveel kwaad. Kijk, je ziet dat hij nu doorwatert. Is het middelste stuk, hè? Maar kijk, hier ook. Dat weet ik nu toevallig. Oh, neem ik wel, hier zo. Dat heb ik natuurlijk ook in vijvers gehad. Dat je slang uiteindelijk dichtslipt met deze bende. Dat gebeurt gewoon. Kijk, als je dat weghaalt, is het lachelijk. Kijk, snap je? Gatje. En dat is geen kit, ouwe. Dat is rotzooi van het dak, dat is vies gegaat. Dus we hebben nog enkele gaatjes in. Dit stukje wordt nog een beetje nat. Nou, hier niks. Hier niks. Dus even die donkere plek ook even betasten. Even aanraken of het. Een gaatje geven, kijk, hier hangt weer een vage druppel. 1, 2, 3 van de rand af van de pijlrand. Kijk, ook hier zit een heel klein gaatje. Zie je? Derde rij. Ja, aan deze wist je. Kijk. Dus kijk, dit is het perfect. Let op. Al die gaatjes. Dus ja, man. Het is nog wat kitwerk als we wat vinden. En anders misschien een propje in de OVT veel. Iets wat het dicht heeft, ja. Deze kant zou misschien ook nog via de raamkant kunnen, snap je? Het is het middelste plateau. Dus als ik het zo tel, middelste plateau, niet te vergeten. Dan is het eerste rij. Even kijken, tweede rij. Tweede rij is dus. Daar zo. Dan heb je de volgende rij, hier zo. Oh, hier zo, namelijk. Gatje. En dan is het de volgende rij hier zo. En dan een rij overslaan. En dan is het deze. En hier zo. Dus ja man. Klusjes in de winkel. Moet ik weer eens even kitten halen. Transparant als jullie koninkje van de Action. Woehoe. Lekker goedkoop. En het plakt als te eten. Het stinkt er nu in de wind. Lange droogtijd. Dus goed spul.
Even verjappen. Nou, beter zo toch?
Ik wil hem graag even die mayo, want die glijdt uit mijn hand. Ja. Maar ja, dat is wel. Dat ziet er best. Dat ziet er best exotisch uit. Waar dit alle dingen bij elkaar? Twee paprika's. Goeie. En zo'n ui. En hij is nog beter. Ja, die ui die vergelijkt de paprika. Dit was echt een paprika stapeltje. Dit de ui. Ah, dat gaat niet. Goed voor je. Dus ik dacht, weet je wat? Maak die andere paprika ook wel op. Mm-hmm. Plus, ja, dan drie verschillende soorten vlees. Ja. Variatie. En een vitamine boost. Worteltjes zie je. Je hebt toch de worteltjes geprobeerd? Ja, die je had zo'n zakje worteltjes. Dat zeg ik. Die gesnipperde. Ja. Die heb ik nog wat fijner gemaakt. Vind je gereedschap af? Die is toch hier niet hoor. Het is ook niet helemaal optimaal en geduld, maar het is even snel, Jan. Nou, daar dat is het. Ja, dat zei ik wel. Zo staat er zien letteren. En ja, voor die heupkussentjes, die zijn nog kussentjes kunnen krijgen. Die rugleuning kan nog. Maar omdat dit iets zwart is, kun je dat een beetje combineren. Waar zijn die kussens gebleven? Van die bank. Ja. Dus dat niet zoek. Ja, volgens mij hoort dat officieel ook niet. Maar dat zie ik wel lekker zitten. Er horen wel kussens bij, hoor. Oh, maar ik heb de bank hier via de buurman. Hè. Ik was zo brutaal om te vragen wat hij met het bankje deed, omdat ze tuin en duur wel het was toen. Ja, het is wat speciaal, het is niet echt bitter, bitter. Sommige vrienden van wel. Nou, ik vind het niet bitter. Hij is zelf die kans uit. Ik ben wel blij dat je aan de schoen even aan had. Af en toe wel handig, hè, Robby? Ja, al wil ik niet altijd toegeven. Nooit toegeven. Maar inderdaad zal ik een beetje terug te houden met je gewoon. Hoppa. Op een wonder. Bonavondie. Bonavondie. Hoe kan dat? Ik had handschoentjes aan. Nou, een envelop. Doe er een cv-prikker in, vergeet het niet met kaas zitten, dus stop in de oven in. Ik heb er geen oven, helaas. Beetje jammer. Maar het staat op het lijstje. Maar, nou, de kaas die is, ik dat ik ook nog een keer achter naar de schutting. Dat is 1 september, of ik geloof 2 september trouwens. Want 1 september is, ja, zondag. Neem aan dat ze niet zondag gaan plaatsen. Dat is de tweede, begrijp ik hieruit. Moet je ze bellen? Op 1 september. Wat maak jullie? Ja, en als ze op zullen het spoeddienst, dus dan zeggen we niet in die. Voor noodgevallen kunt u dat op dat nummer gebruiken. Doe bij dat nummer, dit moment. Deze telefoonnummer is op dit moment niet in gebruik. Het is zondag. Zondag voor de mensen, rust. Maar ja. Altijd normaal op zondag. Zondag noemen ze in Lelystad. Ik weet niet of dat het mocht, of dat het komt. Maar dat zakje die je me gaf, hè? Die nasi goreng. Ja. Ja. Moet je daar een beetje van in, of het hele slaar zakje? Ik dacht het hele zakje. Er ligt aan hoeveel het in de pan zit. Maar dat is die wok toch zo. Hoeveel? Nou, dus zoeken we nog wel een paar. Ja. Kijken verloren. Stressgekker. Kom, artiesten doen niet mee. We hebben er nog een paar. Ja, die spin niet aan, ik vind dat die de mooiste was op taal. Spin, baba. Maar ja, ik heb meteen een beetje gesprek over kruis voor de partij. Houd de snipper is weg. Help me even dat ik straks even kijken heb gemaakt. Als er op de koffie zit of iets. Meneer Achim, we bakken ook nog goed. Dan heb je gewoon een app, dat is HVC. Anders via Google. Je kan die app ook dat je elke keer een melding krijgt. Dat wil ik gerust. Dat doe ik eigenlijk nooit. Ja, alleen aan de ene kant. Het is wel handig. Dat wel. Maar ik weet het niet zo dat je een melding kan krijgen. Dan krijg je een melding van deze week. De blauwe bak, deze week de groene bak.
bak. Je moet gewoon aanstrepen welke bakken jij hebt. Ik heb er al een tijdje niet meer gekeken. Ik sta wel even stil. Ga even doen. Ja, ze krijgen niet mijn bakken. Hij is koud, hè? Dus als ik die... Ik dacht dat Roen was de vorige keer inderdaad bijna gefixt. Als ik die in de koekenpan ga klaarmaken, wordt het een beetje stofferig. Een beetje ogen en een bakje is erbij. Geef dit. Dit is het. Maar ja, daar zou het insectenhotel komen van de achterkant van de schutting. Dan zit ik er denk ik, daar zou de vijgen of de vruchten met droog waren, bloembollen of iets, weet je, met zaadjes of zo. Omdat ik denk dat daar nog een beetje waterdicht gedeeld is. Ondanks dat ene gaatje wat jij vergeten hebt, alle gaatjes dicht in het dek. Dus jij één of twee gaatjes hier ook ergens boven mij. Zullen vergeten dus daar en hier ongeveer. En hier zo viel maar één druppel. Dus ja, dat heb ik voor de rest niet echt goed kunnen constateren. Maar daar zo zag je inderdaad op het krukje van het hele tafeltje. Dan zag je daar zo'n een beetje nattigheid. Wat is het? Paprika. Oh, je hebt net geen paprika ver. Ik ga proberen. Als Chinees je van alles in elkaar kunnen verlanden zijn, alles hè. En alles zo in water erbij. En het is goed te eten. En de vind ik te weten dat het goed te eten is. Hoe kwaarsom was dat? Geen idee. Nee, dat is leuk man, ik heb zelfs zitten denken dat die pootjes nog aan elkaar te bevestigen. Daar hebben we nog die binnenafvaring. Die zaag, die hangt even vast. Die zit gewoon met één les om de bovenrooster. Dat zit gewoon in één of twee trui. Staat het een beetje droog in zicht. Daarachter wordt het altijd wat vies. Dat dus. Met wat water. Nu het aantal heb gekeerd, wordt het niet net bepaald. Het gaat nog steeds die hulp. Het zou dat je deze kant op moet. Maar de water die we gaan doen. Die palen die ik zag, zou mooi zijn als we die palen een beetje voorbehandelen. Dan kan het misschien wel kloppen, omdat het zo gaat. Mm. Daar aan de buitenkant zit nog een gaatje. Oh. Dat het daar zo doorheen komt en via, de boven, via het dak zo laat vallen. Mm. Dat zou kunnen, al omdat hij een beetje... Ja. En de bedoeling is als dat die kant het hoogste punt op dit laag toch? Wateropvang. Die riebels gaan zo, dus het is wel handig als we dat nog extra na controleren. Maar ja, veel regen krijgen we niet als we erop zitten te wachten. En stom hè, stom hè. De meeste mensen gaan nu op vakantie. Ik zou zeggen, ik ga bij december januari meer vakantie. Lekker goedkoop. Heb je een linkje? En dan is hier prut en daar lekker bij. En ik zou dat precies controle hebben gedaan. Ja, het is meer het daar mogen we liggen. Als die droog blijft, kun je ook wat meer dingen. Zoals die afpakken vervangen en zo. Kussentjes hebben wat meer keuze. Ik zit hier al op vakantie. Ja, het is hier niet zo. Loop maar in de stad. Ja, laat maar zitten. De dinsdag centrum zegt nog genoeg. Dat is heel netjes dat begint. Hij stond dus, jij gaat zo op, dan kan ik gewoon rustig doorreden. Misschien als we nog de jeugd doen, dan ben ik benieuwd. Het kleedje van Lies is ook erg leuk voor erbij. Dit is niet helemaal de kleur, hè, dat er afstand doet. Het gevraagd nog rood groen of zo. Dit is een creatie, maar het past er een beetje bij. Dit is echt af. Appelsie van de wacht, want hij moet zo nu nog gewas worden. Dus je hebt een extra kleedje nodig. Nou ja, dat zou voor die wezen. Maar dit is wat, ja, je ziet alles op zwart. Nee, het is wel wit. Geef door welke kleuren je wilt en ik maak een kleedje voor je. Ik kan dat gewoon hoor. Ik had dat gezegd, ome Lies. Of ome Rinus, neem ik wel. Het is opo Lies. Ja, dat kan, ja. Hoe kan je, kom je aan de materialen? Dat is. Of niet?
Ik kan moeilijk zeggen, ik ga van Action Sema. Action Sema. Libero. Hebben we dat nog? Ja. Ja, ik kom nooit in de stad. Die zit ook niet in de stad. In de tjama. Andere kat op. Ja, zou gelukkig. Maken voor jou ook. Het is wel binnen. Zachtvlees en hardvlees. Ja, verschillend. De grillworst, die was eerst keihard, maar die is nu helemaal zacht. Maar die varkensnitzeltje, dat is wel de taaie hoor. Ik zag vanavond ook, en die kip. Wat ging ik zeggen? Ik wil het daarop hebben. Dat is wat titels zou spreken. Weet ik veel. Wat gaat er allemaal gebeuren in dat tijd? Weet je, bij jouw boekje of zo? Hoe dat doen zien? Wat doen jullie? Dus zeker wel zijn. Was je met die shelf nog ideeën? Want je had het over een. Weet ik veel, wat het was, een egelkutje of zo? Een egel opvangen. Nee, dat was toen. Ik denk juist wat er voor nodig is. Flink wat. Die beesten zijn ook druk, zeker. Zoals elke hobby. Moet je bedenken, toen dat ik die egelopvang had, het kostte me toen zo'n alleen aan materiaal al. Ja, gewoon afwerken kostte per maand. Per maand zo'n 800-900 euro. Wat grapjes is tevreden? Eerst kaas? Nee. Veel niks? Wel goed. Kattenbrokken? Kattenbrokken? Maar dat vertelde je later in een andere video, joh. Je hebt daar ook... Een video. Je hebt ook verschillende producten nodig en die dingen. Als een egel een wondje hebt en die dingen, dan kan je het behandelen. Net zo smoky. Ja, natuurlijk. Nee, je hebt gelukkig geen dierenartsen. Die lopen ook hoor. Dus je bent een gespecialiseerde te vinden in die dorp. Alleen, dan kan je ook van een egel echt een makbeest maken. Moet die in een hok? Als, nee, als die dan een wond hebt of, die dingen, of iets aan de hand is en je helpt hem, moet je zien hoe vaak die bij jou terugkomt. Die egel van last, ik kan me niet herinneren dat ik hem op heb. Maar aan mijn hoofd slakken. Die denk ik wel aan jou met die slaan en dingen. Slakken genoeg. Ik dacht dat de bankstel al laag was. Nee, ja, deze is laag hè? Deze is laag. Dat merk ik wel. Moet ik nog meer kracht op mijn voeten zetten. En ik merkte net al in de keuken staan. Hij is weer dikker dan. Ja, joh, dat dacht jij dat ook. Het is inderdaad een beetje krulpoetje lijkt het wel. Nou, het begint nu ook, begint nu ook helemaal hier te worden. Ja, jij bent niet naar de dokter. Hoop maar. Doe maar niet, je moet nog langer mee, jongen. Laat me dan wel eens zometeen nog een frappie eten. Snap je? En een peukie. Nee, en nog een tweede. Nee, en nog een bak. Volg me op, dat heb ik al een tijd niet meer gedronken. Ja, misschien is dat wel mis mee. Caffeine is een kutje hoor. Nee, maar ik snap het wel. Veel te warm af voor koffie. Ik denk het ook als je het minder hoort, dat is eerlijk gezegd. In deze tijd eigenlijk, zoals vorig jaar, maar deze maanden, dronk ik eigenlijk alleen maar melk. Maar dat is goed met deze dagen. Alleen dan ging er ook echt gewoon pakken melk of kannen melk. Ik heb één keer mijn flessenmelk nog. Ik heb één keer mijn koelkast vol geleid dat ik dacht van nou, sleep is aardig wat mee. Ik doe wel een paar rondjes, weet je. Dat ik dacht van nou oké, okay, even kijken hoe over het kuif, kijk hoeveel het is als ik thuis. Ik dacht, oeps. Oeps. Van voor naar achter, van onder naar boven. Vol. Vol met dat helemaal drinken. En dan moet je eten er nog in. Die week was alleen maar zandig. Ja, moet je drinken. En dat ging er een week mee. Als het warm is, dan moet je het eigenlijk wel doen.
hoe meer drinken je in de koelkast hebt staan, hoe meer je gaat drinken ook. Ja, dat is vooral voor kinderen helaas. Het leukste is... hoe meer je doet. Heb je amper wat in de koelkast, dan ga je heel rustig. En dan is het... Ja, ik weet... Ik moet drinken, maar... Ik ben ook weer druk bezig. Maar als je bezig bent, dan ben je niet meer bezig, toch? Als ik binnen ben, maak ik een frappie. En dan ga ik er ook meteen even. Moet opletten, daar ligt een plankje onder. Maar ze staan weer stabiel. En daar kom ik toch nog bij. Mooi. Maar dat weet je, als je daar is, dit is s'avonds. Ik ga zo. En meestal... Hier hebben we meer ruimte. Meestal... Of ik zit op deze, mm-hmm. Of ik zit op dit hier. Anders... Ja, ik vond dit ook wel een chill plekje. Ja... Alleen dan krijg je niet zo heel stuk. Ja, dat merkte ik wel. Ja, die zit wel erg lekker thuis. Maar inderdaad, net wat jij zegt, dat rugkussentje, dat mist. Die achterste stoel is ook compleet zo gezegd. En de zitkussen en rugkussen. Die kussen op die bank mag in principe vervangen, want die ligt er niet meer. En officieel is dit ook een rugkussen? Dat denk ik wel. Als je het zo lekker zat. Ik ben niet de dikste, hè, vergeleken met de rest van de wereld. De meeste mensen boven de wereld. Kijk, Amerika, dat is bekend om. Big Nana, Big Mama, Big Sister, Big Brother. Big family. Ja, daar vergil ik niet mogelijk. Hier voor ook een vallei, dus het valt met je neus op het bord. Nee, in de huisbak. Ja, voorzichtig lopen, jongen. Ja, voorzichtig. Je hebt die wandelstok van Ashala wel kunnen gebruiken. Ik gebruik geen kruk. Nou, gebruik je knuppel. Of je derde been. Jij weet het. Nee, ik heb geen knuppel. Jawel. Nee. Daar staat toch een houten? Nee. Net zoals je houten been. Je hebt in jouw broer gezeten. Goed, joh. Ja, gelukkig niet. Heb jij je bord nodig? Zit er buiten, ik heb al wat te doen. Dat loopt een beetje makkelijker met het. Zou jij voor mij. Ik gooi even die haak erop. Doe maar. Je loopt echt als een mankenelle, hoor. Zou ik je vertellen dat ik een mankenelle in de familie had? Wil jij hem nog opeten of in je pakjes? Mieke. Handje op. Handje op. Wat is er dan? Goede madre. Ik heb zo'n gieter op haar staan. Maar. Nou, het is lekker, dat zit niet in. Hoog gedaan, maar het is wel niet zo. Ik kan hier een beetje lang uit. Ja, jij gaat bijna op je plaat. Bijna. Dus toch, je bent op je plaat gegaan. Nee, dat niet. Ja, zei, dat is het toebrandje was. Ja. Heb je stroompel, joh. Een stoebrandje? Maar dat boren en schroeven gaat er natuurlijk nog niet worden. Boren en schroeven. Te lang staan. Maar dat doet hij zo. Te lang staan. Ja, als het... Maar jij krijgt het op één been. Dat ik merkte van alleen het normale staan daar in de keuken al. Vlieg op, vlieg. Ga bij de buren pesten. Ga bij de mannen moe. Ik hoop het niet, dat mijn guldertje zich weer. Zeg dat die vlieg nou wel aan. Wil je hem eigenlijk? Ja. Ga maar naar mijn malle moeder.
straks heb je nog 30 van die jongen. Naar mijn moer. Ja. Dat zeg ik net, doe maar niet, want dat meedag ook dat niet zegt. Dus als je daarheen wil hebben, dan heb je nog 30 marktje, 30 marktjes gezonden. Dan zouden we nog zo'n 30 hebben. 30 Johantjes, 30 Martintjes. Precies, zes met de wereld. Nou, 30 Martin kan bijna zich nog wel op indrukken. 30 Venussen. Dat wordt een helft van de wereld. Ik haal mijn gang erbij, hè. Pas erop. Zijn dat nee. Tweelingen? Hé, hey, grappies. Nakken! Hoogle, hoogle, hoogle. 30 Robbies. Oeh. Dat is een toonbommerking. Robin vindt zich eigen al af en toe vervelend. Laat staan 30 stuks. Oh. Je zou je horen maar dichter dan nu. Buren allemaal niet blij. Die zei de ene Robin naar de andere Robin naar binnen lopen en naar buiten. Ja. Zag ik jou niet? Ik blijf de knapste. Zag ik jou net niet in Almere? Weet je niet? Die was eentje wegvliegen. Ik zou ze even tellen. Hoe bedoel je? Ik heb die vraag vroeger wel eens gehad, Jan. Letterlijk gevoeld. Dat ik in Almere was. Nee. Ik heb een lady, man. Net zoals dat ik in Zwolle ben. Wil je het doen? Nee, man. Kom erbij. Kijk. Nou, misschien net lopen, groepen, maar je reageert niet. Duh, ik zit hier. Ik heb het hier in Lelystad gehad. Je schijnt ergens een dubbelganger te zijn. Dan hoop ik dat iemand de knapste voelt als ik. Want anders is het een voetbal naar Ligue 1. Nou, zo. Als je mijn dubbelganger bent, hè. En je bent er niet erop. Doe je het niet goed. Dat zou ook nadelen hebben hoor. Ja. Kom je bij jouw lievelingswinkel of die dingen? Je zou maar allemaal hetzelfde zijn. Bij je lievelingswinkel en die dingen. Ja, en jouw dubbelgangen gaat daar rottigheid. Word jij raar? Ja. Ja, dat is wat nader in de tweelingwereld. Ik geloof dat de moestuin zo kundig wordt, dat gaat ook regelmatig geworden. Gelukkig werkt het net contract. En zou mijn tweeling zijn dan ook dezelfde naam hebben? Dat kan. Ja, ik ga er van beginnen. Ja, weet je wat ze praat hierover zegt met die hoge grassen toen? Ja, we kunnen mooi de vliegen wegsturen. Niet logisch. Dat komt er bij mij niet in. Maar, na 7 jaar, ze vraagt ja zo'n beetje. Ze komt 9 inmiddels, ik ben ook wel een beetje die tel kwijt. Maar dan, een long time ago. Mm-hmm. Ik durf verder, de hun, en de rest die in dit blok boven. Ik heb dat nooit hebben waargenomen, zie je dat we niet wonen. Hij gemaakt. Het scheelt enorm in zwakker je zit. Maar nou, dan vliegen nog. Die zwakker liggen kapot in het veld. Die heeft een feestje gevierd met een grasbaai. Met een beestje. Bijna. Hopen voor hem. Hij wel dat hij wel begint af te koelen en dan wordt hij wakker. Dan moet hij zijn boek hebben. Ik zal me niet verbazen als hij zo meteen in het raam. Ja, ze hebben de rolgordijn aan deze kant van het raam moet hangen.
Nee, ja, smoking, dat werkt ook, dat werkt ook, maar je kan ook gewoon het raam dicht zetten. En dan alles pot dicht, ja. Ik heb wel een. Dit is een jonkie. Op de buren gaan we vanzelf op. Dat is paniek met die poes. Hij wil bij me zitten, namelijk een paniek. Dit is niet de eerste grap die je net had. Welke poesburen? Huh? Ja, die zal op de miauwen. Die poes? Dat is een kater. Geen poes. Oh ja. Oh ja. Dat is waar. En niet waar. Hij heeft nog niet geholpen. Nog niet. Dat gaat echt wel gebeuren, gek. Dan nog blijft het een kater. Ja. Maar ik vind het dan meer op een poes lijken. En waarom? Nee. Ze heeft de regen. Jeep, jeep, jeep. Nee. Dan is het een mietje. Huh? Dan is het een mietje. Hij blijft zijn slurfing wel te houden. De rest ook, is alleen in de binding. Ik weet het. Hmm. Ik heb een paar dingen gehad. Ik heb een je moet gewoon je zaak in je gediend omdat je baasje dat wil. Mijn mannen kunnen zelf of een kiezer, die kat niet, die wordt verplicht. Ziet dat? Dat maakt het voor mij, ja. Nou, daar gaat het. Het is een binnenpoes, ik wil niet dat die de boer rond bij de smeer is. Een kat op een mannen. En drift daar, dat heb je nu op. Ja, die voeten, dat... Wat een boek. Wat een boek. Maar ja. Maar van de week vroeg die van me. Wat heb je zo, dat doe je? Ik dacht, een vlieg, weet je. Hij is gewoon zo'n apen-ding. Apen-ding. Die staart van hem is wel rood, hoor. Rood of zo? Ja, dan zit deze iets omhoog zo. En dan komt die staart er zo langs. Denk je dat een vlieg schiet? Zomer, hè? Zomer. Het is volgens mij. Het is wel erger hier geweest. En er is een periode geweest dat het beide kanten gras maaien gewoon gaan. Nou, denk ik was voor net als of zo. Geen idee. Maakt er zo weinig uit, denk ik. Misschien wel eens andere dingen te doen. Werken. Je betalen. Een boodschap is alvast thuis zitten. Maar niet een klein uurtje avond, maar niet tijdje als dat nodig is. En dat werd ook tot dan omgekeken in de woningbouw. Ja, tot er maar super luchtig over. En ze zeiden toen hij wel bloemetjes terug. Het enige wat er bloeide was brandnetel. Een bloemetje daar. Goed, ik zie daar een bloemetje. Ik zie daar een bloemetje. Onkruid. Ja, met twee meter hoog gemaakt hier. Ik kon niet eerst normaal op het thuis zitten, het is niet erg, maar als je het mij had gevraagd op een kaartje in de bus had gehad, nee, ik hoor dit of dat. Zou je nog voor me willen doen, ik heb dit of dat. Dan ben ik best gauwschappelijk om iemand te helpen, weet je. Dat dus, maar als je... Die mentaliteit is niet meer. Nou, als je dat niet meer is, dan ja, ik ga je het niet aanbieden elke keer, weet je. Je kan het moeilijk. Nou, je had het rookje. Dat zal me niet zo bij. Hij heeft hulp nodig. Duif tussen lachen. Hij heeft hulp nodig, dat kan je niet ruiken. Maar ja, die dode duift in reukje wel hoor. Ik heb zo goed aan kiezen. Sorry. Die arme duif. Ik denk dat Stony een beetje pakken heb gehad over een andere kant. Ja, dat zou zo'n reuze zich ook weer gaan rooien. Ja, een rode raker. Hij heeft zijn naam gekregen van je? Ja. Hoe doe je rekken? Dik. Nou, ja. Beter dan ballenbappen. Die zat met die knikkers. Die zat van de week voor het raam hier zo en met dit. En het leukste is dat spookje zijn kop zo. Ik start. En die rode zit zo te kijken. Die rode van me? Serieus? Die rode echt gewoon zo kijken. En ik denk. Ja, dat is een monster. Dat is toch niet dat doen we ook niet. Hier zou het eens aankomen lopen. Geen idee, elke nacht ligt hij hier wel een keertje.
Ja, van mij mag je als je de boel wil laten niet de boel urineert. Ja, vind ik het prima. Alleen Stony en die rode. Die... En ze, die rode ligt meestal daar en Stony lag op een andere plek. Ja. Vooral alleen de buurt, want het is allemaal in de buurt. Maar alleen ja, soms... Ze hielden elkaar wel in de smietje, maar Stony is een boef. Een kwaadaardige boef. Kijk, jou wel. Ben je dan niet kwaadaardig boef? Maar ja, dan maar dus boven, dan heb je ook wat harder boef. Stony en zo. Ja, was niet. Dat vond ik ook erg hoor. Weet je wat nozem betekent? Boef, boef, nozem. Dag, een regel. Alleen, ja. Weet je wat het is? Nozem is Fries. Natuurlijk ken ik dat niet. Ik moest gisteren aan een Fries uit gaan leggen wat nozem betekende. Oké, wat op dat? En mijn antwoord was, wat voor neppe Fries ben jij? Zeg je een andere tak? Zeg ik, okay. ik als de leliestedeling ga jou uitleggen wat een nozem betekent. Redden? Waar is de rest? Shiggy, Fluutje, Tippy. Ja, er is een nummer 1 of iets. En niet voor me. Nee. Nee. Als je dat toch bezig bent, hè? Dus voor je wat draaien, prima. Ja, ik heb er nog één gehad. Maar zonder tandjes geniet je wel meer van je eten. Oh, dan zit er inderdaad harde stukjes in. Weet je wat dat is? Maar volgens mij zit die. Maar volgens mij is dat ook niet die paprika. Volgens mij zit dat in. Nee, er zitten ook hele kleine stukjes harts tussen. En dat komt uit die nasi nogwat. Hoe is dat hier, nasi gori? Ja, daar zaten volgens mij ook harde dingetjes tussen. Alleen volgens mij moet je die nasi ook bereiden met water. Ja, dat lijkt me wel. Ja, ik heb het gewoon in de pan geplakt. Het smaakt goed. Ja, nee. Ik heb het hele zakje leeg gegooid. Ik had eerst de halve. Is je weer gekruid, weet je? Ik had eerst de halve en toen dacht ik, weet je wat, was wel bijna. En toen dacht ik nog een beetje bij en toen was het zakje al leeg. Mm. Goed, zo lukt dat. Er zit nog meer in de pan. Als je moet pakken, die pakken het hebben ze me leeg. Ze moeten goed eten. Er zitten er ook nog maar twee voor apps in. Oh ja, ze zitten twee. Dat is wel normaal gesproken als ik de pan vandaag dit soort prutjes maak. Dan zit een dagje in eentje. Ook als ik echt aardig ben, dan doe ik er een week mee. Dan ga je niet. Maar het is niet helemaal gezond. Welke tarantula zit daarin? Daar heb je het gezet, hè? Huh? Daar heb je het gezet, want er zit zo in je resten. Een nest. En dit is zit het al op gleuven. Normaal gesproken zit hier een deurtje. En die zit echt geschroefd. Hij viel toen ik hier uit elkaar. Kijk. Zo hoef je het niet weg te gooien, dan kan je ze blijven betalen. Dit is het vast. En ik heb er ooit eens stom genoeg niet bij nagedacht. Ik heb een schors hier gezet. Dat blijkt dus op internet dat er dennenappels in moeten. Ja. Dat is voor vlinders. Vlinderkastje. Vlinders, ze eten ook weer bepaalde plagen. Of weet ik wat, die hebben ook weer de werking. Dus als je vlinders aantrekt, dan naar de stuipers. Dat niet alleen, maar vlinders die eten die larven van mieren. Oh ja. Die rups zijn niet alleen. Kijk eens. Ik had het niet eens gezien. Die is er uitgevlogen.
Hij heeft zijn water gevonden. Hij heeft nog lang geduurd. Dat hij uiteindelijk bewoonbaar werd. En zoals nog dit is bewoond. Dus je ziet toch in deze tuin dat die ronde blok het beste werkt met bamboe. Kijk, al dat voor hekken. Dat soort bamboe is ook allemaal gevuld. Het zou die galwesp kunnen zijn waar de werk op van les. Wat hè? Een galwesp. Of een galwesp, dat is even een vaagbeestje, een vliegenbeestje. Die vliegt in het gaatje, mitselt hem dicht. Heel bijzonder om te zien. Maar ja, die mitselt hem net, maar als hij uitvliegt, dan krijg je dit idee. Een dichte metselgaatje. Met een gat niet meer. Ja, knap op uit weg. Maar waarom metselt hij hem dicht en daarna omdat gaat hij het larfje wil bewaken. Omdat hij die zelf niet bij kan. Alleen metselt hem dicht en vliegt weer weg. Net zoals zo'n larfje beveiligd blijven tegen bedreigingen. Oh. Net zoals dikke deel vaak tussen een plantje wordt gelegd. Daar worden ze niet opgevallen, worden ze niet gezien. Totdat te veel kikkerdril wordt. Ja, precies, en dan is de sloot vol. Net zoals die dragonfly, toch? Die reuzen, die ben dat noem ik maar even. In Nederland is dat niet reuzen. Heb je wel het buitenland gezien een reuzen is? Ik ben in Spanje geweest en daar heb je gewoon van zulke, hè? Natuurlijk, ja, je dit altijd nog mee. En het leukste is, als je daardoor geprikt wordt, zorg dat je of een EpiPen bij je hebt, of al ben je niet allergisch voor. Zo'n libellen? Libellen. Als die je prikt, het zwelt op en daardoor alles wordt gewoon, het zwelt niet van buiten af op, maar van binnen. Meestal, hij injecteert je. Ja, maar meestal krijg je ook gewoon een bult. Ja, die zie je niet. Inwendig. Oh, die dier, die prikt hem diep. Ja. Maar wat doet hij dan niet? Die engel is zo. Maar geen idee, ze hebben een flinke kont in mijn kop. Ik heb hem ooit wel eens binnen verdord gehad. Totdat hij een zuchtwindje kreeg. En, ja, hij begon tot het dode ding begon te vliegen en het viel stuk. Ja, maar ik heb eigenlijk het hier helemaal lijstje op te spelen. Ja, maar genoeg, dat was een eentje die Rijkje toen die tijd had gevangen. Degene van de tattoo. Dat is jammer. Ik denk trouwens met dat beestje, als je hem in bijvoorbeeld een glazen pot doet met een deksel erop of een rooster in principe, dat je die niet uit kan. Je bewaart dat lang genoeg. Dan ja, zet je hem eigenlijk als het ware op als een opbrenging. Even dit van binnenuit, als je het doet. Het is nogal een aparte werking om dat uit te leggen. Het is zo'n dragonfly, dat zijn dit soort formaatjes. En die zullen propellers eten. Aan de andere kant die ook niet. Dus ja, zo'n beest. Het is een mooi beestje om te zien, maar je ziet ze niet heel veel. Maar toch de laatste jaren kom je ze wel meer tegen. Kom ze gisteren op Arnhem tegen op het station. Mm-hmm. Bij de zwermen. Station? Oké. Okay. Dus ik heb ze hier wel eens aangetroffen in het Gelderse Hout. Tussen bossen zo. Nou ja, het meest natuurlijk omgeving hier in de buurt. Al is het niet veel. Ja, ik heb de bosbouw gedaan, landbouw daar nog. Dan is een bos waar een aanplanting. Een bos is hier in mijn ogen, mijn ervaring, geen bos. Een bos is dicht begroeid, hè, dat je een kapper zou begrijpen om erin te kunnen. Dat je jungle zo gezet. Hier is wel, als je al goed kijkt hier in het bos, hè, alle bossen die hier een beetje tegenkomt. Tot en met er wel een beetje een tafel bij die kant op, dan begint het wel een beetje die snelweg en zo, dat daar langs is. Ja, best wel verwilderd, dat ziet er goed uit. Maar het is niet een plek waar je tentje niet kan zitten. Als je dat doet, schijnt met een zaklampje. Ja, hangt aan het pannetje. Gaat in het bakkie. Snap je? Dat mag weer niet, ja. Dus hij regelt dus. Dat is echt voor mij genoeg dat dit in principe die betonnen gewoon van baksteen en allerlei poespas niet altijd geweest is. Niet door ieder. En of de kritische bijna. Dat is wel jammer. Ik heb zoiets gek, die mensen ook een plekje.
Ik vind dit prima, maar dit kost drie kwart wees al langer. Poetsie. Voor vaste lasten. Zeker, wat hou je over voor jezelf? Stel je voor dat je niet zoveel verdient als een menig werk anders zou kunnen doen. Dan kun je gewoon niets met je gezin. Een gezin bijvoorbeeld een verstaande man of vrouw, twee kinderen bijvoorbeeld. Leven van één persoon. 30 euro per maand, 50 euro. Dan ga je niet eens van rond, kom je eentje. Sterker nog, gauw verzorgingsproducten. Het is weg. Want ja, die opgave, die prijs en dingen. Ik vind het een beetje een leuke wereld. Dat zeggen ze, er is geen oorlog. Bewijs maar dan, want in de prijzen wereld zie ik geen andere mogelijkheid, een andere voering dan dat. De tabakindustrie, de verpakkingen, recycling is er al. En dan hoor je op het nieuws dat de oceaan vol is. God, dat was 10 jaar geleden. Dat toen ik baby was, was dat onbekend, joh. Ja. Ik groei op in niks anders, dan weten we dat. En nu in 2024, het is een hele raar. Het is allemaal anders. Hadden ze dat niet toen die tijd kunnen denken? Ze zien zelf toch ook op hun eigen ogen dat de zee vol zit. Dat de vissen zijn met plastic. Ja, ik vind het niet even een logisch spulletje, maar ja, dat kan er maar wel. Wat doe je morgen? Oh, wacht. Zit in de motor. Zie ik morgen wel. Had je wel sprake dan? Nee. Perfect. Ik heb een hulp in huis. Woehoe. In beweging blijven, soms rusten. Wat erbij, jongens. Hoe meer ik hem beweeg. Hoe meer ik hem beweeg, hoe dikker die weer wordt. Ja, snap ik, maar als je daar stil zit, wordt hij stijf. Ja, dus moet het bewegen, jongen. Bewegen is wat anders dan overbelasten. En ja, als je dat stoelt, rijd je niet zo ver zag. Of als jij daar staat en je kijkt daar naartoe, dan is succes. Als je snelheid hebt, dat toepie is dichtbij dan, of heel ver. Die schat hier blijkbaar niet zo goed in, zo te zien. Nee, shit, heb je. Vrij een paar dagen. Het is mooi weer, je hoeft niet binnen opgesloten te zitten in hartje winter. Dat is. Dat zou toch bijna geest zijn. Je zou dit als winter zijn, hartje winter. En wij zitten er ook. In Minky. Dat gaat altijd zo, zo beter, ja. Ik heb wel eventueel een idee als je bijvoorbeeld toch bezig wil zijn een keertje. Het zou een beetje rommeltjes geven, maar het is niet zo erg. Er staan van die palen. Die we willen gebruiken als staande stop. Dit zit nog spijkers, groefjes en weet ik veel wat in. Het is niet erg als die erin zitten of als die eruit zijn, dat gaatje maakt niet uit. Ik kun je echt wel opvullen met een veel kunstenaar, weet ik veel. Houtlijn of iets. Zou kunnen. En dan kan je hem bijvoorbeeld schoonmaken. Dat je hem bijvoorbeeld voor de behandeling geeft. Het is een kleine. Bezigheid. Stel je voor, je hebt een beetje een prikkeling of zo, dat zou kunnen. Vrouwen, hè? Je moet je eigen zelf bezig houden. Hé, dat is je wijze gezet. Vrouwen. Ze komen me alle geloven. Ze zijn het er niet meer. Hij is laat weer nou weer echt lachen. Het is een brandweer. Wat heb ze in de fik gesteld? Oh, ja, ze komen voor jou, jongen. En de Indianen roepen al terug. Oh. En trouwens, dan zie je die gekke komkommer daar groeien. Nee. Nou, wel aardig hoog boven met vreemd. Met vreempjes ongeveer zowel als de puma's schutting. Dat zal om en nabij 81 wezen. Nee, hij komt er nou zo'n 30, 40 centimeter boven dat gekke duur. Gisteren was het persoon, of eergisteren was het zo'n puntje, weet je nog? Nou, dat is wel een heel verschil. Hij houdt dus van warmte. Het is een echte buitenlander, want hij houdt van zon. Dus hij houdt echt van zon. Kijk, dat is dat. Op de orenbeek.
Is mijn voet ook blauw, dus die kun je opvegen. Maar laat ik allemaal door even. Oh ja, we zouden die ene video nog maken. De zon is in principe. We zouden de thuis lang kunnen installeren in de plas waar gietjes lopen. Dan krijgt het veel wat meer. En bij de vijver zou het misschien handig zijn voor deze hete dagen, aangezien ik niet weet wanneer er wat gaat gebeuren qua weer. Of niet echt in de gaten gaat. De thuis dan gewoon neerleggen en dan weer stoppen. Bij de Gunera Manicata, wat ik in de tuin heb, dat is de. Mammoet nog wat, mammoetblad of zoiets. Dat die mensen toen die tijd niet hebben gezegd hoe vroeg ze ervan geworden. Maar ja, dat was om de avond in principe een half uur te lang die thuis lang erop. Als ik bijvoorbeeld iets langer geen tijd had, dan was het flink bijpompen, het zo op die grond weg. Maar die Gunera Manicata, die werkt die video's van hem, die zo pas een malle. Maar die groeien nog wel uit als een prachtige plant. Toen had ik eigenlijk elke avond de thuis lang liggen. Dat was wel makkelijk trouwens, weet je, als je bijvoorbeeld een apparaat hebt wat regelmatig gefilterd of iets. Thuis lang erop met een kraantje. Pompen die om, zo maar zeggen. Van buitenkraan is een, voor deze tijd mis. Ja, straks hebben we regenwater van het app. Ik ben benieuwd of dat een beetje vergelijkbaar is. Het zou in ieder geval heel wat emmertjes lopen schelen. Dat sowieso. Jammer wel dat we die witte regenton die je thuis ook niet te vatten niet konden fixen. Een beetje jammer. Maar ja, daar komt er eentje denk ik toch? En dan nog een schuimpap. Nou, is dat zo of wat? Ja, zo is. Ja, ik zit alleen daar, dus wel de top, maar de groene ontwijnen. Het is belangrijk dat dat zo gangbaar mogelijk is. Je kan ook zeggen, je zet hem hier sowieso, die tweede. Dan maak je daar een pijp, hier een pijp. Wat dan lastig is, als je hier een pijp en daar een pijp. Je moet dat hele oppervlakte van deze hok in twee delen. Je weet toch qua wateropvangsberekeningen. Ik ga nu doen. Drama. Man, ja, weet je, hij zit vast en ja. Hij ligt er nog steeds, weet je. Dat ging niet. Hij zit helemaal vast dankzij jouw werk. Die dammel te plaatsgroeven. Die flinke Jesus via de dak. Ik weet nog goed dat ik hem op heb zien stijgen op een bewuste middag. Ja. Ja, dat je echt, oh nee, ja. Ik dacht, oh nee, straks laat dat ding weg of zo, wat ik moet doen. Dus ik dacht, ja, ik heb overal wel steenjes uiteindelijk. Ik kreeg gewoon overal een zwart. Ik verwapper dit eruit, ja, dat kaart heb ik best gedaan. Nou, die schroef is wel losgerukt. Je moet dus met zo'n golfplaat geen gewone schroef gebruiken. Want dan krijg je deze prachtige decoratieve gaatjes. Het is net gatenkaas. Je ziet er ook een. Nou ja, het voordeel is, we zitten droog en hij laat leeg door. Met anders is hij helemaal een bol geroken. Alleen dan. En dat schaduw aan dit gedeelte was misschien wel een goeie. Kijk, voor 's avonds is dit prima. Of ja, of dat bedoel ik. Ja, met die hete momenten. Dan wil je toch gewoon een beetje iets koeler zitten. Zoals ik zei, toch met de kast en zo, had ik ook de schaduw te strak tegen het dak met van die kassen klimmen. Dus het zat er vooral strak tegenaan, zo'n stukje onder de doek vandaan. Dus als je er gewoon in stond met gebogen over, dat was een schuin dak natuurlijk. Dan was het op zich warm. Maar ging je zitten op een stoeltje als dit? Weghangen. Dus echt hoe verder je er vanaf zit, hoe cooler het wordt. Het is lastig om het op te meten. Dan het gaatje te maken.
die lang komt op die plek waarschijnlijk, of ja, meer weet ik veel. Het is even kijken wat de beste plek is voor het gekke ding. Het lijkt me niet handig om daar te laten. Het is wel handig trouwens als je ietsje in de deur overhangt. Ja, we hebben alleen niet veel spinning eruit ofzo. Dat is het nadeel. Binnenkort even weer daaronder geloof ik. Tot zover het lukt, die verbindingspunten op het dak uit de middenpunten. Dus die olieverbindingspunten. Als we dat toch updaten, dat even onderuit. Dat is vast. Dus. Ja, nu zit het met een geanodiseerd aluminium bindraad. Dus bonsai bindraad. Nou, tuin bindraad en dan. Tijdip. Oh nee, en ik zag het laatste stukje tel. Ga je doen? Ja, dat liep het. Ziet u zo.